betreft de indicatiestelling, is het dus zo dat met het Hugo-systeem die op de markt komt, dat we dus duidelijke voordelen hebben. Door het feit dat die armen totaal onafhankelijk zijn, is er dus de mogelijkheid voor veel gemakkelijker de verschillende kwadranten van het abdomen te kunnen opereren, zonder dat we de armen steeds moeten verzetten en doen. Dat geeft dus heel veel mogelijkheden. Maar met de robot, als we nu het voorbeeld nemen van prostaatkankeroperaties, kunnen we dus veel preciezer werken dan met de ouderwetse technieken, dat men nog een open ingreep deed of zelfs met klassieke laparoscopie. Dus voor de patiënt heeft deze minimaal invasieve techniek heel wat voordelen. Er is veel minder bloedverlies, verblijf in het ziekenhuis is duidelijk korter, de werkonbekwaamheid is sterk verminderd en er is veel meer kans op behoud van continentie en ook van de erectiele functie. Robotisering zal zich blijven doorzetten in meerdere medische domeinen. En zo zie je een enorm snelle evolutie van verbetering, aanpassingen en bijsturingen, waardoor dat je in heel veel domeinen vandaag die robot terug tegenkomt.